Welkom in deze podcast van de Plantagekerk, waarin wij ons verlangen voeden om lichter te leven. Het is donderdag 20 januari, dag 5 van de week van gebed. Mijn naam is Harry van Dijk. We lezen vandaag Handelingen 22, vers 10 en 11. Ik vroeg: wat moet ik doen, Heer? De Heer zei tegen mij: sta op, ga naar Damascus. Daar krijg je precies te horen wat je opdracht is. Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus. Ik nodig je uit om hierover na te denken. Licht kan ook een heel andere uitwerking hebben. We lezen hier een gedeelte van het verhaal over de roeping van Paulus. Eerst vervolgt hij de christenen, maar ontmoet dan Jezus. Hij bekeert zich en laat zich dopen. Het licht uit de hemel maakte hem blind. Dat lijkt niet goed. Geeft God ook dingen die niet goed zijn? Ik nodig je uit om te bidden. Heer, laat me zien of ik een weg bewandel die niet goed is. En help me om daarvan af te stappen. Open mijn geestelijke ogen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Leef vandaag in Zijn licht.